Welkom bij deze video over hardlopen. Deze heeft geen hardlooptip, maar deze heeft een vraag aan jou. Want we gaan ook dit jaar weer konijnen tellen. En wie het raadt, niet de koeien, de konijnen. Wie het raadt hoeveel konijnen er hier zijn, die ga je belonen. Wat zullen we doen? Hardloopshirt. Nog een verrassing erbij? Denk het wel. Dus hou het goed in de gaten. Ik ben ieder jaar weer verbaasd tijdens mijn rondje hardlopen in het voorjaar hoeveel konijnen hier zitten. Dat is echt zo ongelooflijk. En ja, moet ik ervan zeggen. Waarschijnlijk weet je wel wat er komt. En nee, ik weet ook niet precies hoeveel konijnen we hier zien. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon heel simpel maken. De meeste stemmen... Nou, ik zal zeggen, het zit boven de 20. Boven de 20 konijntjes. En je ziet zelf toe springen. Boven de 20, maar als we gewoon allemaal raden... Dan is de stem die klopt niet zo belangrijk, want dat weet ik eigenlijk niet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ja, veel meer dan 20. Dus het nummer wat de meeste mensen zeggen... Laten we zeggen dat dat gewoon klopt. Oh, die zijn aan het rennen. Dat klopt. Heel misschien klopt het, waarschijnlijk niet. Maar dat maakt niet uit, dat is tenminste denk ik het eerlijkste. En daaruit ga ik gewoon de namen een hoog hoed doen. Een hoge hardloopschoen. En dan gaan we gewoon weer een winnaar uittrekken. Net als vorig jaar... Bij exact hetzelfde weiland, op exact mijnzelfde hardlooprondje. Kijk eens hoe mooi het is met het ondergaande zonnetje daar in het vet. Ik denk dat op de video misschien wat donkerder uitziet dan het daadwerkelijk is. Ja, zo is het beter. Ieder jaar weer. En op deze dijk hebben we ook jaarlijks de paddentrek. Plotseling zijn er dan heel veel eenden. De ganzen staan vaak op de weg. Dat is een beetje hetzelfde jaargetijde dat ik echt af en toe moet wachten voor de blazende ganzen. Of in ieder geval dat ze redelijk gewoon blijven staan. En dit is altijd super mooi. En nee, dus geen hardlooptip. Maar wel voor mij een van de belangrijkste dingen is gewoon het genieten van het hardlopen. En gewoon, ja, het niks moeten. Ik bedoel, dit weggetje. Ik zou willen dat het gewoon 10 kilometer zo bleef kronkelen. Dan, gelukkiger kun je me zeg maar niet maken. Dus echt, daarom loop ik er ook zo ontzettend graag. Oh, daar komt er een aan. Nou jongens, we zien er in ieder geval... Eentje. Zijn het echt konijntjes? Ja. Oh, daar gaat er nog een, ja. Dus that's it. Zet je antwoord eronder. Mail het ons. Maakt ook niet uit. En je doet mee voor het hardlopen verrassingspakket weer. Net als ieder jaar. Ik zou zeggen, toi toi. En ik zou zeggen, deel de video. Maar natuurlijk niet te veel doen, want dan maak je minder kans. Dus dat is natuurlijk wel weer de afweging. Nou goed, ik zie je de volgende video die wel een hardlooptip bevat. Hoi!